de keten aan. Nu even tussen de lijnen. En de koeken moet er twee keer bij. Ja, met veel vlegmen. Daar is hij weer. Heijremans, nu een voorzet. Het is geen kwaaien. Goed verdedigend werk van Mechelen. En dan koppen en de save van Mignolet. Van heel dichtbij. De deviatie was het Sosa. Daar 2-1 bij de hoekschop. Daardoor Heijremans makkelijk met de voorzet. Lang hier op de linkerkant. De Ketelaar doet het zelf. Dos laat voor Vormer. Vormer en weer een save nodig van Koeken. En erover tikken. En dat was ook nodig. Want die dreigde erin te vallen. Twee keer nu komt aan elkaar Club Brugge. Ja, Bijker wilde hem niet buitenkoppen, maar levert dan wel in bij de Ketelaar. Rieke. En Van Aken. En het save van Koeken. En Dos stuurt hem binnen. En de vlag blijft vooralsnog beneden. Wat meer mensen hoger mee opgeschoven met Dost. Onder andere Van Aken. Geen buitenspel. Nee, absoluut niet. Daar is Kuipers. Dit is de kans en dit is de goal. Mooie, mooie trap voor Kuipers. KV Mechelen staat ineens langs zij. Veel ruimte daar voor... Kuipers, goede tik van Heijremans. De Ketelaar met Rits. En Rika. Ja, dat was gevaarlijk. En de Ketelaar. Schwed neemt de bal aan. Het was hoog op de borst. Schoof zegt, spelen we in het centrum. Dit is een schietkans met een lopje. En de goal! En Mignolet zag het, maar kon er niets meer aan beginnen. Hier naar Wijstijl zegt, geef maar, geef maar. Nog wel uitkomen daar van Mechelen. Ja, ik weet niet, Mignolet kan toch wat beter doen, heb ik de indruk. Raakt hem niet goed. Nee. Het afzetten is ook niet echt geweldig. Credits voor Rob Schoofs. Toch de man met de ideeën. Wachten op het moment waarop KV Mechelen een streep trekt onder een lange reeks van wedstrijden zonder succes tegen Club Brugge. En daar is dat laatste fluitsignaal. Luistert u maar een keer.